Torentje van de Blankenburg. Het Rijk van Nijmegen kent vele kastelen. Sommige daarvan zijn heel goed bewaard gebleven, andere helaas niet. Een kasteel in onze omgeving die de tand destijds helaas niet heeft doorstaan, is het kasteel de Blankenburg. Van het ooit zo grote kasteel, met dubbele slotgrachten, is namelijk alleen dit ene torentje nog over. Dit was oorspronkelijk de noordwestelijke hoektoren en tevens toegangspoort tot het kasteel. Voordat het kasteel de Blankenburg hier stond, stond er een ander kasteel, namelijk het Hof den Wildenberg. Dit was eigendom van het ridderlijk geslacht Boningen uit de 12e eeuw. Langs deze locatie liep een belangrijke Romeinse weg. Maar ja, hoe heeft zo'n enorm machtig kasteel de Blankenburg toch kunnen verdwijnen? Nou, dat is waarschijnlijk gebeurd rond 1526 door de Nijmegenaren, die toen nogal wat kastelen in de omgeving plunderden en vernielden. Daaroverheen kwam de 80-jarige oorlog. Dat zorgde ook voor veel oorlogshandelingen bij het kasteel. En als toetje belegerde prins Maurits het kasteel de Blankenburg. Er bleef uiteindelijk niet veel meer van over. Desondanks werd het tot en met de 18e eeuw bewoond. In 1863 werden de restanten helemaal afgebroken. Dus veel staat er niet meer. De hoektoren is in de 15e eeuw gebouwd, had een rieten dak en de overgang tussen de torenmuur en dak is prachtig gemarkeerd met muizentanden. Op het dak staat een smeedijzeren windijzer. De muren van vierkante bakstenen zijn bijna een meter dik. De toren heeft een kelder, twee bovengrondse bouwlagen en een zolder. De voet van de toren en de kelder zijn bij het dempen van de slotgracht onder het maaiveld verdwenen, waardoor de toren korter lijkt dan de oorspronkelijke 12 meter. De toren heeft schietspleten, het was dus een serieus verdedigingswerk. De voorzijde van de toren was oorspronkelijk voorzien van een ophaalbrug en daaromheen liep dus een gracht. Die gracht is er niet meer en de stenen muur die de omtrek van het kasteel markeert is niet volgens het origineel. Het kasteel was vele malen groter. Maar ja, helaas of gelukkig is deze ene hoektoren overgebleven. In 1987 is de toren grondig gerestaureerd en zo kennen we het vandaag de dag nog. En waarom is die grote sleutel hier? Als ik nu eens deze deur openmaak, dan... Hé! Hey. Hè?